Ze schittert op billboards. Ze komt voor in de grootste magazines en op de catwalk. Ze komt hier uit Rotterdam vandaan en ze is in de wereld één van de 20 plus size modellen. Ik heb het over niemand minder dan Danielle van Grondelle. Hoi, ik ben Danielle van Grondelle. Ik ben opgegroeid in Rotterdam. Dit is echt mijn stad. Ik ben een plus size model, curvy topmodel. Ik heb afgelopen september New York Fashion Week gelopen als eerste curvy model. Danielle, je bent hier in de buurt opgegroeid, Rotterdam-Oost, naar school gegaan. Hoe was het? Yes. Heel erg leuk. Ik zat hier op een sportschool hier in de buurt. Dat heette Thorbecke Lyceum. Yeah. Ik deed vroeger aan synchroon zwemmen. Dus vandaar dat ik op die school zat. En hoe is het gekomen dat je dan plus size model bent geworden? Ik had denk ik ongeveer op mijn 13e een boek gelezen van Naomi Campbell. En toen werd mijn interesse gewekt. Want als ik heel eerlijk ben, heel vroeger wilde ik eigenlijk piloot worden. Ja, want mijn ouders die zaten beide in de luchtvaart. Dus ik denk dat ik daar ook een beetje mee was opgegroeid. Ja. En dat leek me altijd heel erg leuk. Maar toen kwam ik erachter dat ik niet zo heel erg goed was in wiskunde. Ja. Dus toen moest ik die droom laten varen. En hoe is het daar allemaal gegaan? Ik had toen broek met 27 en ze was erg mager. Alleen mijn heupen waren toen 3 centimeter te breed. Toen lijnen probeerden af te vallen. Maar ja, dat ging gewoon niet, want eigenlijk waren dat gewoon echt mijn botten die al uitstaken. En toen dacht ik eigenlijk, ja, ik moet de droom laten varen. Want ik kan niet de juiste centimeters krijgen op mijn heupen. En toen werd ik geplaatst bij de specials. En toen deed ik een klus toen de tijd voor een blad. En toen zei de stylist tegen mij, als je iets zou aankomen, zou je perfect zijn als plus size model. En ik dacht, plus size model? Ik ben toch niet dik? Wat is dat? Ik had, weet je, dit was natuurlijk ook, hebben we het nu al over 11 of 12 jaar geleden. Toen was er ook nog niet zoiets als echt een plus size topmodel, weet je. Dat bestond eigenlijk niet. Maar ik ben zo dankbaar dat ze dat tegen me heeft gezegd. Want nu kan ik eigenlijk met mijn natuurlijke maat, ik heb maat 42, reis ik de hele wereld over en ben ik model. En een plus size model is een model die eigenlijk een maatje meer heeft. Eigenlijk wel, maar eigenlijk, mijn maat is de gemiddelde maat van Nederland. Als plus size model loop je ook anders? Nee, je loopt gewoon. Heel zelfverzekerd, schouders naar achteren. Ja. Oké, en je doet je voeten doe je eigenlijk voor elkaar. Dus je... Mannen ook. Ja, dat is zoiets. Wacht even. En dan maak je een pose op het eind. Ja. En dan draai je en dan ga je weer. En dan loop je weer. Wist je dat deze betonnen schotel speciaal gebouwd is om aan te duiden wat het laagste punt is van Nederland? En achteraf bleek dat er een nog lager punt is. Ik wist wel dat dit het laagste punt was. Ik dacht eigenlijk dat het nog steeds het laagste punt was. Nee. Dit is al lang niet meer het laagste plekje van Nederland. Het is nu Nieuwekerk aan de IJssel geworden. Maar dan is dit wel het laagste punt van Rotterdam, toch? Ja, van Rotterdam. Oké, okay, yes. Slim gezien. We hebben iets. Slim gezien. Les, je woont nu in Amerika. Dus dat betekent dat je meer daar bent. Kijk je met andere ogen naar Rotterdam? Ik ben altijd heel erg blij als ik in Rotterdam kom. Voor mij is Rotterdam nog steeds thuis. Mijn vrienden en familie wonen hier allemaal. Dus het voelt voor mij nog steeds als thuiskomen. Ik woon nu 4 jaar in New York. Mm-hmm. Maar Rotterdam blijft toch ook altijd wel in mijn hart. Ja. En als je zo terugkomt uit Amerika naar Rotterdam, waar ga je dan naartoe? Wat is je favoriete plek? Ik kom heel graag bij mijn oma. En ik hou heel erg van lekker eten van mijn oma. Dat voelt bij mij echt als thuiskomen. Dus ik denk dat ik je mee ga nemen naar mijn oma. Shall I catch you? Ga je op? Ik ben zwaar hoor. Hey, ik ben sterk, hè? Ja, dat is waar. Ja. Je bent ook net uit het vuur, hè? En hier is je oma. Ja. Hoi oma. Hoi. Hoe is het? Hallo schatje. Victor, ja. Je bent lekker schoon aan het maken. Pastijtje. Lekker. Danielle, hoe ben je eigenlijk in Amerika beland? Ongeveer 4 jaar geleden was ik gescout door een heel groot modellenbureau daar. En die wilden mij hebben, dus daar was ik wel heel erg trots op toen dat gebeurde. Ik ben echt, denk ik nu ook wel echt het topmodel in de plus van Nederland. En ja, daar ben ik heel erg trots op. Afgelopen september heb ik New York Fashion Week gelopen. Als eerste curvy model. En dat was met Zac Bose en Heidi Klum. En weet je, dat was echt te gek om dat mee te maken. Ik ben natuurlijk gewoon ook een rolmodel. Dat je kan zien dat schoonheid in alle vormen en maten komt. En ik ben heel dankbaar dat ik mijn werk zo kan doen. En dat het
zo goed loopt. Heeft de Rotterdamse cultuur, roots, mentaliteit ook bijgedragen aan je carrière? Ik denk dat het deels wel inderdaad bijdraagt aan mijn succes. Ik denk dat Rotterdammers weten van aanpakken en weet je, niet lullen maar poetsen. En ja, ik denk dat ik in mijn carrière dat ook wel heb gedaan. Ik had laatst een shoot gedaan in Miami en er was er gewoon een wat oudere styliste. En die had heel veel moeite met het dragen van het rek met kleding en het was heel zwaar. En toen zei ik gewoon tegen het andere model van, hey, pak jij één kant, pak ik één kant. En toen was haar reactie meteen, oh, I'm not here to do that. En toen dacht ik ook weer van, ah, weet je, want ik ben wel zo iemand die pakt het dan aan en die helpt het, weet je. Dit is een cadeautje van je ouders, je moet zorgen dat je hart oké is. Weet je, niet alleen omdat je een leuk gezicht hebt, hoef je met niks te helpen. Alsjeblieft, een speciaal cadeautje voor jou. Die tas is al leuk. Ja. 010. Ja. Super tof. 010, a state of mind. Oh, en mijn naam staat erop. Ja. Super leuk. En 010 is a state of mind. Dankjewel. Kan je ook zelf een beetje koken, Danielle? Ja, ja. Ik heb ongeveer, ben ik 3 jaar geleden begonnen. Want ik wou niet dat haar recepten verloren gingen. En dan ben ik haar gaan volgen in de keuken. En ja, dus nu kan ik eigenlijk ook heel veel Surinaamse gerechten koken. Dus dat doe ik ook in Amerika als ik eventjes heimwee heb. Want dan proeft het en ruikt het naar thuis. Nee, niet te veel en ik wil die hoek van die pastei, dat is het lekkerste, hè? De prijsvraag. Wil jij een fantastische foto van Danielle van Grondelle winnen? En zo word ik fotomodel, dat boek. De vraag luidt als volgt. Waarmee wordt het laagste punt van Rotterdam aangeduid? Heb je de vraag gemist? Check even de Facebook-site van Open Rotterdam. Het ultieme Rotterdam gevoel voor de onbekende, bekende Rotterdammer. Nee, dat is ze niet meer. Danielle van Grondelle. Jongens, smakelijk eten. Dankjewel. Eet smakelijk. Daar, overburen, boomhutten.